Hoe heten jullie als band? Gork A27. Hoe komen jullie aan die naam? Alleen God weet dat eigenlijk. Er zijn zeg maar bepaalde mysteries rond ons die we graag in nevelen gehuld hebben. Als je zeg maar letters Gork pakt, is dat natuurlijk God Only Really Knows. Maar daar kwam er pas achter nadat we zeg maar de bandnaam gepakt hadden, want het is gewoon een snelweg bij Gorkum. Nou, dat je toch? Ja, shit. En hoe zien jullie over een aantal jaren? Dat weet ik echt nog steeds niet. In de Melkweg? Zien we over een aantal jaren? Ja, we hebben sowieso een optreden in de Melkweg. Augustus is dat. Waarschijnlijk. Ja, en we weten het echt niet eerlijk gezegd. We doen gewoon ons best en we spelen wat we leuk vinden om te spelen. En we hopen dat het ooit groeit, maar waarschijnlijk niet. Okay. En waar halen jullie inspiratie vandaan voor de muziek? Ook uit echt heel erg veel dingen, dat is puur... Als we schrijven, denk ik, is het meer dat we puur op harmonie en melodie afgaan en op ritme. Dus we proberen niet echt iets aan iets te koppelen. Maar meer gewoon denken, kijken wat we zelf mooi vinden en wat ons pakt en wat vooral heel erg veel grooved van ons gevoel, dat er echt iets in zit waardoor je wilt gaan bewegen. En teksten pak ik heel vaak zelf, want ik ben dus tekstschrijver en zanger. Dat komt echt pas heel ver daarna. Dus ik koppel meer zeg maar een emotie pas later aan een nummer vast. En wie hebben jullie als bandcoach nu? De drummer van Customs, Ace Zack heet hij. En wat gaan jullie verwachten van hoe het gaat lopen en zo? We hopen dat hij ons helpt om een betere live sound te krijgen. Oké. Okay. Wat verwacht je dan vanmiddag? Even spelen. Ja, dat denk ik dan niet wel. Het is erg spannend, want het is ons eerste optreden zonder saxofoon en hopelijk ook trouwens ons laatste optreden. Zonder saxofoon. Maar dus we gaan kijken wat we gaan maken. We hopen ons best te doen. En het iets goeds neer te zetten. Want mensen denken van, oh dit is leuk. En die denken van, hé, ik mis iets. Noah. Dat was niet helemaal zijn eigen. Nee, dat vond ik ook nog een beetje tegenvallen. Nee, nee. Het is goed.